Kijk, hier kun je lezen waar het kan. Vandaag wordt hier de eerste Betuwse fruitrally georganiseerd. Dat doen we in samenwerking met Stadspromotie Tiel en met de ondernemersvereniging Hart van Tiel en het plein. En we gaan er een hele leuke dag van maken. Eerst vindt er in de ochtend een kars en koffie plaats. Dus men verzamelt hier met al hun bijzondere auto's. En de deelnemers gaan vanaf 12 uur een prachtige rit rijden door de Betuwe heen. Dit wordt voor de eerste keer georganiseerd. Dit is helemaal nieuw voor Tiel en de Betuwe. Er wordt al tijdens de bloesemtijd al heel veel gefietst en gewandeld. Maar voor autoliefhebbers is er eigenlijk nog weinig. En wij vonden het een goed idee om de eerste Betuwse fruitrally te organiseren. Is om weer dus bij deze uitgenodigd om terug te komen. Heel veel plezier aan die kloppen deze eerste Betuwse fruit rally voor Hoven te maken. Veel succes! Dankjewel, Henry. Ook deelneemt aan de Dakar en aan diverse internationale off-road rallies. En dan zal ik de prijs bereiken in de wintertijden. En dan bijzonder natuurlijk, zo'n auto als deze, dat mag gezien worden. Dit is gewoon. Mooi om te zien, om ook de cheaper centers te betrekken, te zien betrekken en de winterse fruit hebben. En dat allemaal hier bij de Bliss natuurlijk. Thank you.